In de hele regio zijn alle gemeenten druk bezig met het vormen van coalities. In de ene gemeente vordert dat sneller dan in de andere. En in de gemeente over Betuwe leidt het zelfs tot een spoeddebat aanstaande dinsdag. Zondag gaf Albert Elbers als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid een van de aanvragers van het debat in het radioprogramma Studio de Streek aan waarom hij dat spoeddebat zo belangrijk vindt. In Overbetuwe is net zoals denk ik in heel veel andere gemeenten de gewoonte dat de dag na de verkiezingen dat dan alle partijen even bij elkaar komen. Met elkaar gaan spreken van over hoe gaan we dat proces aanvliegen. Nou, en toen kregen we eigenlijk een dictaat voorgelegd van het CDA. Wij willen gewoon één op één gesprekken met alle andere partijen doen. En jullie horen op een week later wel wat er uit die gesprekken is gekomen en wat we daarvan vinden. En dat was het. Terwijl de meeste andere, nee niet de meeste, alle andere partijen hebben eigenlijk gezegd van we willen inderdaad een open proces hebben. Waarbij we ook nog een informateur van buiten halen om ook goede gesprekken met elkaar te kunnen hebben op inhoud en nu ging het al eigenlijk na 5 minuten over de poppetjes van wie mag dadelijk wethouder worden. Die rol heeft het CDA gewoon echt naar zich toegetrokken. CDA die pakt de lead en zoekt er een paar partijen bij en wij gaan aan de slag. Het was een heel arrogante houding, de eerste bijeenkomst vanuit het CDA. Dit is ons beeld van zoals doen. We hebben het toch altijd zo gedaan. Het is altijd geweldig gegaan. Waarom zouden we het anders doen? Oké, dat is de uitleg van het CDA. Precies. Ja. En alle andere partijen die willen juist een keer een andere weg inslaan. Ook meer informatie ophalen vanuit de samenleving. Bij inwoners, bedrijven, instellingen. Kijken wat die ook belangrijk vinden om te doen. En daar een vertaalslag in maken. En dan ook proberen om een raadsbreed akkoord of een samenlevingsakkoord te krijgen. Ja. En ik denk dat die kans daarop nu heel klein is. Je hebt het over alle andere partijen, maar er zijn natuurlijk 2 partijen die meedoen hierin. Namelijk gemeentebelangen en de VVD. Ja, daar zijn we ook heel teleurgesteld in. Want zij zaten ook eerst met ons aan tafel, hebben ook hun voorkeur uitgesproken voor die andere route. Dus om tot een samenlevingsakkoord te komen. Maar dan zie je wat macht doet. Het betekent van als je de kans krijgt om aan tafel te komen, ja, dan gooi je dat overboord en ga je bij de grootste partijen op schoot zitten.